Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik mezelf verander in blue. Oké, snel. Kom op, ik wil sneller zijn. Kom op, het is gelukt. Tenminste, ik ben niet blue. Maar vandaag proberen wij om blue zo vaak mogelijk te klonen. Dus we moeten steeds de juiste poort kiezen. Plus 15%, plus 1 keer 3. En als we dit goed genoeg doen, hebben we zometeen mega veel clones. Ik bedoel, moet je dit zien? Maar dat is niet alles. Wij gaan proberen de engste clones ooit te krijgen. Elke creepypasta. Plus 18%, plus 20%. Volgens mij hebben we al bijna 500. Clones. Het is gelukt. Plus 23%. 35%. Ik durf bijna niet te kijken. Oké, daar gaan we. Oh my gosh. En ze vallen allemaal dit kasteel aan. Dat ging snel. Eens even kijken. Grimace. Oké, die moet ik hebben. Dit is nog niet de engste. Maar weet je wat? We halen er een super clone bij. Moet je dat zien? Met nog een aantal muntjes. Zodat we flink kunnen upgraden. Oké, ik ben er weer klaar voor. We moeten de juiste keuzes maken. Zodat wij zoveel mogelijk clones krijgen. En elke keer als ik me omdraai, zoveel Grimace. Elke keer als we een nieuw kasteel veroveren, krijgen we weer een ander level. Ik bedoel, volgens mij kunnen wij elke creepypasta klonen als we dit level hebben gehaald. Plus 28%. Plus 17%. 26, 27. Oh my gosh. We hebben bijna 1000 clones. Moet je dat zien? Ik zie mezelf niet eens meer. Misschien is dat ook wel goed. Moment van de waarheid. Hoe lang duurt dit? En we zijn al klaar. Moet je opletten. Skibbidi. Mega TV. Dit is de aartsvijand van Skibbidi. We hebben er al een aantal. Willen wij ook een super versie? Zo episch. Wat nou als we voor een tweede gaan? Moet je dat zien? Oké, ik ben er weer klaar voor. Plus 2,5. Plus 30%. Het is dus de bedoeling dat je de keuzes maakt die jou zoveel mogelijk extra clones opleveren. En meestal zijn dat de keer en de percentages. Plus 3 is niet zo heel veel als je plus 35% kunt doen. Want 35% van 500 is pittig veel. In ieder geval meer dan 3. Normaal gesproken horen er ook rode poortjes te zijn. Maar laten we het erop houden dat ik vals speel. Oké, we zijn bij het kasteeltje. En TV-man heeft gewonnen. En ze springen. Oké, weet je wat? Skibbidi krijgt ook een kans. Moet je dat zien? Oké, we gaan er weer voor. En zometeen, alleen als we dit halen, wil ik kijken of we de engste van allemaal kunnen unlocken. Ik hou mijn ogen alvast dicht. Het is een creepypasta. Maar waarschijnlijk weten jullie niet welke. Reageer WC. Als je nog steeds kijkt. Je bent een baas. Plus 18%, plus 19%, plus 1,5. En moet je dit zien? Er zit een soort van aura omheen. Maar zelfs dat is niet genoeg voor Skibbidi. Hier had ik het over. Het is de mega cameraman. De nachtmerrie van Skibbidi. Moet je dat zien? En we halen er nog één bij. Oké, we zijn er weer helemaal klaar voor om zoveel mogelijk clones te krijgen. Stel voor, jij had een clone gehad. Wat zou je die clone dan laten doen? Huiswerk, de afwas, je kamer opruimen? Laat het weten. De grappigste reactie wint. Keer 1,5, keer 1,7. Als ik meerdere clones had, zou ik ze allemaal Rainbow Friends laten spelen. Zodat ik het wereldrecord kan vestigen van de meeste wins in Rainbow Friends ever. Oh my gosh. De cameramannen zijn er klaar voor. 3, 2, 1. Dat bedoel ik. Let's go. Ik ben een politie? Wacht even, dat meen je niet. Dat is geniaal. Ze zijn zo schattig. Maar dat klopt niet. Ik speel te veel vals om een politie te kunnen zijn. Dus ik ben een spook. Ziet er cool uit, maar het kan beter. No way. Dit is mega speakerman. Wat? Sommige creepypasta's slaan nergens op. Maar toch gaan we er weer voor. Want ik kan niet wachten. Ik wil kijken of wij elke creepypasta kunnen unlocken. En oh ja, over klonen gesproken. Er gaan verhalen dat Rood bezig is met een klonemachine. Zodat hij elke Rainbow Friend kan klonen. En het ons zo veel moeilijker kan maken in chapter 3. Ik bedoel, wat is er erger dan 1 keer blauw? 2 keer blauw! Jij snapt het. En wat is er erger dan 1 keer groen? 2 keer groen! Jij snapt het weer. En wat is er erger dan 1 keer saaien? Geen taco's! Nebel, 2 keer saaien. Je was zo goed bezig. 3, 2, 1. Dat bedoel ik. Ze zijn zo cool. Wat zou de duurste zijn? De zombie? 999 Robux. Moet ik dat wel? Ik heb al geklikt. Sorry. En we kunnen weer flink upgraden. Moet je dat zien? Maar we zijn de snelste zombies ever. Ik dacht dat zombies altijd langzaam waren. Kan jij de echte DutchTuber spotten tussen al deze zombies? Reageer dan groen. Ik weet zeker dat ik maar een paar keer groen in de reacties ga zien. Plus 14%. 13%. 27%. 34%. Want we hebben bijna 5000 clones. Oeh, er zijn nu muurtjes. Maar dat is geen partij tegen ons zombie team. Er is een spel in Roblox waar op dit moment 90.000 mensen in zitten. Is het Brookhaven? Nee. Adopt Me? Nee. Rainbow Friends? Nee. Het is een obby, maar je zit op een fiets. Ik ben serieus, kijk maar. 90.000 mensen zitten erin. Ik zit letterlijk op een fiets. Ik heb een soort van eigen Rainbow Friend gemaakt. En we gaan kijken hoe goed die kan fietsen. Ik bedoel, dit ziet er best wel makkelijk uit. Maar geloof me, deze obby heeft superveel duimpjes naar beneden. En dat is meestal omdat mensen het moeilijk vinden. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de meeste mensen kunnen niet zo goed tegen hun verliezen. Ik ben er soms één van. Oh nee, ik zie nu al. Au, au, hobbels, een bil, kom op nou. Lasers, oké, dat is al een stukje lastiger. Oeh, oh my gosh, no way, dude. Op een fiets in een obby. Er is waarschijnlijk een reden waarom dat er nog niet was. Oh, snel, snel, snel. Oeh, we moeten dus oppassen dat we niet naar beneden vallen. Maar misschien belangrijker nog wel, dat we niet tegen de lasers aankomen. Of dat we ergens tegenaan botsen, wat ons
uit de map laat vallen. Zoals bijvoorbeeld deze dingen. Oh, dit is zo lastig, dude. Maar ik moet zeggen, we zijn verbaasindwekkend goed bezig. Oh my gosh. Precies wanneer ik het zeg. Dat zul je altijd zien. Dan geef je jezelf een complimentje en dan wordt het tegendeel bewezen. Let's go. Oké, dit is op zich ook nog wel te doen. Oh my gosh. Oh my gosh. Oké, ik denk dat ik het begin te snappen. Dit voelt als zo'n draaideur in een winkelcentrum en dat je dan te snel loopt en dat hij dan ineens vast komt te zitten. Oké, snel. Nu ga ik er in één rechte lijn doorheen. Kom op, kom op, kom op. Ik zie nu trouwens ineens mijn fietskleur verandert steeds. Kan jij je nog herinneren welke kleur mijn fiets net was? Reageer het dan in de reacties. Ho. Oké, wacht even. Dit is op zich niet zo super lastig. Als ik maar probeer om een beetje voorzichtig te zijn. Kijk, hier kunnen we ook gewoon doorheen. Springen. Oh, nee. Oh, ik heb de checkpoint nog niet. Ja, dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat je een hobby speelt, superveel levels achter elkaar haalt, maar de checkpoints vergeet. Dan moet je ineens een heel stuk opnieuw doen. Oké, snel hier tussendoor. Go, 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 go. Oeh. Oké, dit is niet zo super lastig. We moeten gewoon een beetje zigzaggen op deze manier. Ik blijf het zeggen. Nooit zeggen dat iets makkelijk is in Roblox. Want het spel bewijst al te graag het tegendeel. Oké, heel snel. Hier doorheen. Oh no. Oh, yes. Let's go. Dit is zo grappig. Nooit gedacht dat ik fietsen in een videospel leuk zou vinden. Maar ik moet zeggen, het is eigenlijk best wel goed te doen als je het eenmaal door hebt. En volgens mij heb ik het door. Kijk, dit vind ik de irritantste, maar toch ook de leukste levels. Ken je dat? Dat je iets leuk en eigenlijk stom tegelijk vindt? Wacht eens even. Volgens mij zag ik net in beeld staan dat we onze fiets kunnen inruilen voor een motor. Dat zou op zich best wel grappig zijn. Want dan zijn we denk ik vele malen sneller. Kijk, dit is ook niet zo moeilijk. Ik spring gewoon. Oké, kijk, hier moeten we weer voor oppassen. Oeh. Nee, ik had nog gelijk ook. We kunnen er een motor van maken. Moet je dat zien? Maar zijn we dan ook sneller? Ja. Oh, dit is zoveel malen beter. Oh. Oh, oké. Misschien moet ik mijn woorden een soort van terugnemen en is het niet echt zoveel malen beter. Tenminste. Oh. 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 Nee. Laten we eerlijk zijn, dat was wel echt super satisfying hoe snel ik daar langs ging. Oké, kom op. Checkpoint. Huh. Checkpoint. Huh. Oh, een gravity coil. Dan kunnen we hoger springen. Oké, we hebben hem gekregen. Oeh, dat is inderdaad best wel handig. Zo kunnen we gewoon heel rustig van de ene naar de andere plek springen. Snel, snel, snel. Oeh, perfect. Kijk, hier ga ik gewoon in één rechte lijn overheen. Oh, snap. Oh, snap. Oh, 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 oh. Oh, ik heb de checkpoint daar overgeslagen, denk ik. Oh, volgens mij heb ik daar een checkpoint overgeslagen. Ja, deze werkt weer. Oh, 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 oh. Ik kan alleen maar O zeggen, omdat het zo goed gaat. Dit is bizar. Kijk, kom op. Oh, snap. Oké, hier moet ik weer een klein beetje pas op de plaats maken. Dit meen je niet. Een teleporter, dat is vals spelen. Maar dat maakt mij niks uit. Oké, waarschijnlijk krijg ik hem pas als ik af ben. En dat is bijna nu geweest. Hier hebben we er weer één. Oeh, nee. Dit is letterlijk... Ouch. Oké, dat is een laserdolf. Maar ik heb de teleporter. Oh my gosh. We kunnen nu hier letterlijk doorheen teleporteren. Dat is zo super handig. 3, 2, 1. Kablam. Ik wil deze natuurlijk niet de hele tijd gebruiken, want... Oh. Ik heb mezelf gered met de teleporter. Dat was geniaal. Deze Rainbow Friend is beter in fietsen dan ik dacht. Abonneer voor meer en adios.